Dan ben je vrij, dan kan je een keertje en dan krijg je dat gezeur. Ja. En dan denk ik, waarom houden ze daar geen rekening mee? Koen, waardoor is het zo druk de laatste tijd op Schiphol? Er zijn eigenlijk twee dingen aan de hand. Eén, corona is min of meer voorbij, dus we willen met z'n allen weer op vakantie. We durven weer te vliegen. Nou, dat doet iedereen. Dan krijg je dus dat er veel meer mensen hier eigenlijk aankloppen. En tegelijkertijd is het gek, het is een stuk minder dan in 2019 nog steeds. Je zou denken, van dat zou er makkelijk doorheen moeten kunnen. Dat lukt niet, want Schiphol heeft heel veel flexibele mensen met flexibele contracten laten gaan. En krijgt dat personeel nu niet meer terug. Dus ze hebben veel minder personeel om de bagage af te handelen, maar voornamelijk om de security te doen. Heeft u een beetje de drukte meegekregen de laatste tijd op Schiphol? Zeker, daarom zijn we ook op tijd, want wij vliegen om 5:50. 5:50, nou dan bent u bijna 4 uur te vroeg. Ja, dat hoop ik. Ja. We gaan om 5:30 vliegen. Om 5:30, ik kijk even op de klok, het is nu 2 uur. Ja, zeker. Dus dan bent u in ieder geval ruim op tijd. Ja, maar we kregen gisteren een bericht van een vriendin van een dochter van ons dat ze de vlucht gemist had. Dus dat wilden wij het risico toch niet nemen. Nou, ik was wel heel nieuwsgierig hoe het vandaag zou zijn. Ik zag er wel een beetje tegenop. De zomer komt er nog aan. Is het probleem voor de zomer opgelost? Eerlijk antwoord? Nee, ik denk het niet. Schiphol zegt ze hebben zo'n 500 beveiligers tekort. Dat was in de meivakantie. Ik heb niet de indruk dat er ook maar enigszins iets is gedaan aan dat tekort. Het wordt wel geprobeerd, maar volgens mij lukt het gewoon niet. Dan is het ook nog eens een keer zo dat in de zomer de boekingen gaan door het dak. Iedereen wil op reis. Dus er komen hier meer mensen heen, maar er zijn niet meer mensen om die mensen door Schiphol heen te krijgen. Ja, dus nee, dit is niet opgelost. Ik weet niet of u al naar boven heeft gekeken daar. Daar staat de rij van de security. Er zijn toch nog aardig wat mensen daar. Ja, daarom willen we eigenlijk nu doorlopen. Oh, en hou ik u op. Nee hoor, nou zou dat nou wat uitmaken, die 5 minuten? Wat vindt u van al die chaos als je zo die video's en foto's kijkt? Vreselijk. Vreselijk. Punt. Het is wel een moment dat ik denk van ja, nou ben je vrij, nou kan je een keertje en dan krijg je dat gezeur. Ja, en dan denk ik, waarom houden ze daar geen rekening mee? Alles is personeelgebrek. Wat voor winkel, bedrijf, allemaal personeelgebrek. Denk, waar zijn al die mensen gebleven? Waar is dat personeel heen gegaan? Nou ja, je hoort wel verhalen waar ze heen zijn gegaan. Hè? Of andere beveiligingsposten. Ik bedoel, er moeten wel meer beveiligd worden in deze samenleving. Maar er zijn bijvoorbeeld ook mensen uitgestroomd naar de GGD's, andere grote instanties. Gewoon waar werk was. Die mensen hadden toen geen werk. Die gingen gewoon iets anders doen. Ja, en die zitten daar nu voor een misschien wel veel beter salaris of betere arbeidsvoorwaarden. Ja, dus die blijven daar zitten. Het personeelstekort gaat in alle lagen. Kijk, en dat is hier ook aan de orde. En ik denk dat iets is waar we met z'n allen heel goed over na moeten denken hoe we dat op gaan lossen. Het FNV heeft ook nog eens stakingen aangekondigd vanaf volgende week al. Wat betekent dit voor de reiziger? Als ze daadwerkelijk gaan staken, dan betekent dat als reiziger dat je hier dus vaststaat. Dan zou het echt wel eens kunnen zijn dat hier bijvoorbeeld het werk voor een bepaalde tijd wordt neergegooid. Ja, nu stroomt het nog door, duurt alleen heel lang, soms sta je uren in de rij. En dan sta je dus gewoon stil. Nou ja, dat betekent dat je bijvoorbeeld je vlucht gaat missen, dat je er niet meer doorheen komt, dat je vakantie in het water valt. Ik zie dat wel met enige zorg tegemoet.